Zo, ik kom net van de markt en ik ga nu een lekker kopje koffie drinken in het Biolicious Café, die ook net geopend is. En ik ben benieuwd hoe de koffie smaakt. En ik zie hier zitten de eigenaresse. Hi. Hallo, hi. Tien. Kun je mij vertellen wat het idee achter het Biolicious Café is? Toen wij ons hier vestigden op Eiburg, hadden we eigenlijk meteen al het plan om met de bovenverdieping daar uiteindelijk je verleden, dus daar bedoel ik de horeca, toch weer een klein beetje terug te brengen in je leven. Dus wij hebben er 7 jaar over gedaan. En toen dachten we van oké, de markt komt hier. We hebben een goede samenwerking met Antoinette. Antoinette vroeg er ook om van Pien, doe het nou. Toen dacht ik, ja, je hebt ook gelijk, we gaan het er nu inbrengen, om het zo te zeggen. Coffee Corner is een toevoeging aan de winkel, want wij blijven natuurlijk Biolicious. Maar voor mij is Biolicious veel groter dan alleen maar voedsel verkopen. Het is ook proeven, het is beleven, het is gezelligheid. Er zit voor mij veel meer achter dan alleen maar plat Biolicious. En dit is eigenlijk een eerste stap in het idee wat wij altijd hebben over Biolicious, langzaam eigenlijk de wereld inbrengen. De koffie, is die ook biologisch? Ja, natuurlijk. Natuurlijk is de koffie biologisch. Het is, ik vind zelf mijn beste espresso, de Silica. Dus een lekkere, sterke espresso. Maar je kan er ook een gewone koffie van maken. Maar het is, laat ik het zo zeggen, als ik de koffie bestel, dan moet hij nog gebrand worden. Dus dan komt hij ongeveer 5-6 dagen later, wordt hij me toegestuurd. Dan komt zo'n pakket binnen en dan ruikt die hele winkel naar verse koffie. Dat is echt super verse koffie. Dus vandaar dat de koffie ook gewoon heel lekker is, omdat het heel vers gebrand is. En waarom zouden de mensen hier naar Biolicious Café toe moeten komen? Gewoon omdat het gezellig is. Omdat het, geen gedwongen sfeer. Je kan hier lekker met je laptop zitten als je wil 2 uur lang. Je hoeft niet dan 10 koffie te nemen of zo, dat is helemaal niet nodig. Ik vind de koffie echt super lekker, ja. Ik vind het leuk dat we een tentje hebben erbij. Want we hebben alleen eigenlijk bagels en beans hier op in dit gedeelte. En dit is wel leuk dat we kunnen kiezen. Biolicious is uiteindelijk is dat Maurits en Pien. Ik denk dat mensen dat ook ervaren als ze in onze winkels komen. Dus je stopt echt jezelf, stop je in die winkel. Dit stukje koffie, thee is ook een stukje van onszelf. Is ons pad als ondernemer om te komen waar we zijn, waar we heen gaan. Ik zou het café heel graag als een soort plek willen hebben waar alle duurzame initiatieven van Eiburg samen kunnen komen en samen om de tafel kunnen zitten. Om uiteindelijk verder te komen in het duurzame verhaal van deze wereld. Ik ben wel heel nieuwsgierig naar een kopje koffie van het Biolicious Café. Nou, dat kunnen wij regelen natuurlijk. Oh, kijk eens aan, daar is mijn kopje koffie. Dankjewel. Ja, heerlijk. Heerlijk.